Ja. Tony Lansink, initiatief nemen. Waarom heb je dit op poort gezet? Nou, in de kennissenkring, voor de mensen die horstmiddag zijn, wel ja, nog in kaarten. En ik zit ook in de futtersploeg hier bij de DAR. En daar ben ook mensen de producten mee houden. En dan blijkt dat het wel leeft, dat mensen wat wil doen in de ontspanning van de sfeer. En ook smiddags wel. Dus ik heb het initiatief genomen. Mede op de futters die wil wat biljart nemen, wil wat kaarten. Dus ik heb beide dingen het initiatief toegenomen. Bij het bestuur aangekaart dat we graag een biljart wil nemen. En dat heeft kennis en kundigheid van ons heeft dat geregeld. En vandaar dat dit van de grond is gekomen. En het resultaat lijkt mij niet negatief, zeg maar. Je bent begonnen met man of 12 of 15. Dat is voldoende voor de eerste aanzet? Ja, denk ik wel. En als ik het zo nauw bekijk, dan leeft het. En dan, je moet wel gewoon plat brood. Dan komt er nog wel aan mensen bij. Dat gelukkig vast. Ja, okay. Moest de zonne hoog hangen, toch? Maar als ik verwend dat er een pak sneeuw is, is het gezellig om hier te zitten. Dat kan goed. Wat is de ervaring met deze donderdagmiddag? Het is een goede invulling voor de mensen. Weet werk moeten komen op een of andere manier. En het is gewoon een sociale aangelegenheid. Voor de mensen die weer dan eventueel alleen op punt of zonder werk komt staan. En zelf heb je al die boeren weer? En zelf heb je boeren en dan ben je ook, daar kun je ook wat aan doen. Maar dan ben je sociaal, ben je ook wel contact met groepen. Wanneer begin je weer? Ik dacht half september, dan mogen we straks naar verstel naar de groep. Dan half september begin ik in kaart ook soms in een kaartgroep. Die beginnen half september. Een nieuweling bent van harte welkom. Ja, zeker bent die van harte welkom. Je kunt kaarten, moet je een deel van de mensen moet hier kaarten ook leren. Kaarten moet je leren dit te doen. En biljart moet je ook leren dit te doen. Dus van harte welkom. Man. En we hebben een gezellige baardbediende. Dus wat wil je nog meer? Naar welk land ga je met het geld wat je hier verdient? Ik denk richting Australië. Yeah.